Nou, het is zover. Ik heb alle spullen ingepakt. Ik heb veel bij me. Ik ga 2 weken toeren door Polen. Ik ben wel eens eerder alleen op vakantie geweest. Dat was maar een midweek in Duitsland. En nu ga ik echt 2 weken alleen door Polen. Ik begin in het westen en dan ga ik een beetje naar het zuiden en dan een beetje naar het midden. Ik wil ook naar steden gaan zoals Krakau en Warschau. En ook natuurlijk natuurgebieden daarbij in de buurt. Dus echt best wel een flinke tocht door Polen. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd wat ik allemaal ga zien qua natuur. Wat voor mensen ik ga ontmoeten. Wat voor ervaringen ik ga opdoen. Dus ik ga vertrekken. En ik laat onderweg ook dingen zien. Dus ik neem jullie ook mee op reis. Helaas, file. Maar tot nu toe gaat de reis erg goed. En het is maar een paar minuten extra, dus valt alles mee. Ik ben zojuist de grens van Duitsland met Polen gepasseerd. Dus ik ben in Polen. Het is erg goed gegaan, de reis tot nu toe. Ik ben blij om. Ik heb denk ik 10 minuten file gehad, dus eigenlijk is het helemaal niks. Zo, ik ben er. Het is 8 uur. Ik ben vanochtend om 11 uur vertrokken uit Nederland. Dus aardig wat uurtjes gemaakt vandaag. Maar wel een hele goede reis gehad. Ging echt goed. En echt heerlijk om hier weer te zijn. Ik hou echt van Polen. Ik heb echt heel veel zin in deze vakantie. Dus super. Zometeen lekker uitrusten. Lekker wat eten. Misschien een biertje. En dan kan de vakantie echt beginnen. Heerlijk. Nou, dat daar is mijn kampement. De caravan ligt vooral spullen. Ik slaap namelijk buiten. Het is goed weer. En dan vind ik het eigenlijk wel heerlijk om buiten te slapen. Echt onder de sterrenhemel. Het enige wat je hoort zijn geluiden uit de natuur. Ja, fantastisch. Ik vind het echt heerlijk om op die manier in slaap te vallen en ook weer wakker te worden. En ook als je 's nachts even wakker wordt, kijk je omhoog en denk je, oh, schitterend. Ik sta hier bij deze kikkerpoel. Niet zo heel schoon water, maar dat is niet erg, want er komen ontzettend veel vogels op af. Ook als ik 's ochtends wakker word, dan komen er heel veel huiszwaluwen. Er zitten heel veel hier. En die vliegen over het water en dan nemen ze een klein... Oh, moet even in beeld blijven. Een klein hapje water, een klein slokje. En dat gaat de hele tijd zo door. Dat is fantastisch om te zien. En ook heel veel kikkers die erin zitten. Maar ook, ik heb kneutjes gezien. Geelgorsen, roodstaarten. Ja, hartstikke leuk om te zien wat allemaal op dat water afkomt. Ja, en ik kan er dus gewoon vanuit mijn luistoel gewoon zitten kijken. Af en toe een beetje filmen. Fantastisch. Zo, dikke kachper. Ik heb gisteren even een tarp neergezet om een beetje schaduw te creëren. Dat is wel lekker met de zon. Ja, het is een ontzettende bende hier binnen. Ik zet hier eigenlijk alleen spullen neer. Ik moet het eigenlijk nog een beetje
netjes gaan opruimen. Alleen, waarschijnlijk ga ik morgen alweer weg. Dus dat is een beetje zonde om dat nu nog te gaan doen. En ja, hier slaap ik dan 's nachts. Echt heerlijk. Lekker rustig. Nou, ik ben bij Drawa National Park. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. In Polen heb je heel veel mooie parken met heel veel bos en water. En ja, hele mooie tocht dwars door het bos heen. En kijk eens eventjes welke soorten hier voorkomen. Kijk of je het een beetje kunnen zien. Deze ken ik geen eens. Dit is de scharrelaar. Dit is de hop. De kans dat we ze gaan zien is natuurlijk heel erg klein. Maar belooft het toch veel goeds. Ik ga gewoon lekker daar het bos in lopen. Richting het water. En dan zie ik wat ik tegenkom. Ik ben heel benieuwd. Nou, dit verzie je toch niet. Ik ben nog geen 10 minuten aan het lopen. Ik zag net wat vliegen. En ik dacht dat het een gaai was. Maar het klopte net niet helemaal. Toen zag ik die vogel net weer vliegen. Is het gewoon een hop. Fantastisch. Een hop. Schitterende vogel. Ooit eerder gezien in Hongarije. Nog nooit gefilmd. Maar die ziet hij dus gewoon. Ik zag hem net op het bord staan. En dan denk je vaak van ja, ze laten natuurlijk de mooiste soorten zien. Daar zie je er niks van. Maar ik heb gewoon een hop al gezien. Ik ben bij een camping aangekomen. Midden in het bos. En zoals je ziet achter me. Hele mooie brede beek. Heerlijk helder water. Allemaal schaatsenrijders en kleine visjes en vogels die bij het water zitten. Echt een heerlijke plek. Gewoon zo'n leuke verrassing van iets wat je tegenkomt als je gewoon ergens gaat wandelen. Net een aardig poosje op één plek gezeten. In de hoop dat ik de hoppen nog even zou zien, maar helaas. Nou, hè, dan ruim je natuurlijk al je spullen op en dan loop je verder. En ja hoor, dan zie je ze opeens overal vliegen. Dat is wel heel gaaf, maar ik hoop dat ik nog wel eventjes kan filmen. Want ook ja, net daar vloog er weer eentje en een stukje terug vliegt er eentje vlak voor je neus. Dus ik wil toch nog proberen zo meteen even met de auto er langs te gaan. En wie weet gaat het toch nog lukken. Het is eigenlijk ook veel te warm voor dit soort dingen. Maar goed, het is wel echt heerlijk om hier te zijn. Zometeen heeft de verkoeling van de airco in de auto. Dat is wel lekker. Het is een hete dag. Nee, helaas. De hop is niet gelukt. Maar fantastisch om te zien. En ook zo onverwacht. Ja, super. Ik rij weer terug naar de locatie waar ik overnacht waar de caravan al staat. Onderweg zag ik nog een heel mooi plekje met een klein meertje in het bos. Daar wil ik nog even kijken. En vanavond of morgenochtend nog wat dingen filmen. En daarna wil ik toch echt doorgaan met de rest van de rondreis door Polen. Ik wil morgen richting het zuiden gaan. Eerst daar even een tussenstop. En echt onder Krakau met de grens met Slowakije. Ja, daar heb je echt bergen. Lijkt me toch wel heel tof om daar toch eventjes even naartoe te gaan. Daarna Krakau, daarna Warschau en ook natuurgebieden die daarbij in de buurt liggen. Ja, ik moet zeggen dat ik het wel heerlijk vind om zo in mijn eentje gewoon een beetje te doen waar ik zin in heb. Vandaag had ik zin om hier naartoe te gaan en dan kan dat. En morgen ga ik weer verder. Het is toch echt wel heel lekker. Nou, het weer is heel goed. Het is wel heel heet, maar het is wel droog. Dus voornamelijk om te filmen en om te kamperen is dat natuurlijk wel heel prettig. Maar heerlijk hoor, al die vrijheid. Echt genieten van de Poolse natuur hier. Nou ja, Polen vind ik ook echt wel een schitterend land. Het is heel open, heel wijd. Ook vriendelijke mensen. Ik kom graag in Polen en ik ga er denk ik ook nog heel vaak terugkomen.
En misschien ook wel een keer met een veel grotere rondreis. Want met name het noorden en het noordoosten, het oosten van Polen, schijnt ook heel erg mooi te zijn. In het oosten heb je echt nog echt oerbos. Nou, dat is heel bijzonder. Maar nu met wat alles wat er aan de hand is in de wereld, is het ook niet helemaal veilig om echt in het oosten van Polen te komen. Dus dat bewaar ik voor een andere keer. Maar mocht je van natuur houden en een keer een wat ander land dan je misschien gewend bent, dan zou ik echt Polen aanraden, want ik vind het echt een fantastisch land. Ik ben bij een grote pool midden in het bos waar ik net over had. Ik twijfelde even of ik mijn camera zou meenemen. Toch maar even teruglopen naar de auto, want ik zat even te kijken. Heel veel beweging in het water. En plotseling zwemt er een klein ringslangetje door het water. Ja, fantastisch. Zo leuk als jullie nog even zou kunnen filmen. Maar ja, het is gewoon een kijk, gewoon een mooi plekje. Kijk, je hoort al geluid uit het water. Vissen, kikkers. Nou, met een beetje geluk misschien nog een ijsvogeltje of zo. Dat gepiep. Dat zijn ijsvogels. Ik hoop er wel op. Ja, ik heb al een paar zien vliegen. Dat zou toch wel heel leuk zijn hoor, een ijsvogeltje. Kijk, oh, het zijn er veel. Zo. Yo. Ja, fantastisch. Kijk, kijk, daar gaan ze. Oh, yo. Oh, zo'n mooi ijsvogel. Dat had ik, ja. Ik zei het van tevoren al, hè? Misschien een ijsvogeltje. Kijk, kijk, dat gepiep wat je nu hoort. Ja, dit is ook, nou, ik heb net al 3 ijsvogels gezien. Ja, natuurlijk een soort die niet extreem zeldzaam is, maar ik denk dat elke vogelaar, en ik hoop ook mensen die geen vogelaar zijn, van een ijsvogel toch altijd wel blij worden. Het is zo'n explosie van kleuren. Als je die zo altijd strak over het water schieten, alleen aan de manier hoe die vliegt, een metertje boven het water, in een rechte, strakke lijn, is al heel herkenbaar. Ja, daar zit er eentje erin. Oh, daar gaat hij. Ja, joh. Oh, fantastisch. Zo'n blauwe flits. Vaak is hij even een flitsen, dan is hij weer weg. Een ijsvogel. Super. Ja, die ringslang is ook leuk, maar ik ga toch echt even voor de ijsvogel nu. Wat een geluk. Het is gelukt om de ijsvogels te filmen en ook nog wat ringslangen. Ja, fantastisch. Echt, ik vind ringslangen zo vet. En de ijsvogels trouwens ook. De ijsvogels lieten zich heel vaak zien, maar heel moeilijk filmen. Ze zaten echt, waren steeds heen en weer aan het vliegen. Dan zaten ze eindelijk stil en dan was ze eindelijk in beeld. Nou, dan vliegen ze natuurlijk weer weg. Dus ik heb ze redelijk kunnen filmen. Maar ja, natuurlijk hartstikke leuk dat ik echt even ijsvogels heb kunnen zien in zo'n... Gewoon zo'n meertje langs de weg. En gewoon even kijken. En dan kom je van allerlei leuke dingen tegen. En zo'n spontane dingen vind ik eigenlijk wel heel erg leuk met filmen in de natuur. Ja, en die ringslangen. Ik heb ringslangen wel vaker gezien. Maar nog nooit in het water. En hier zaten er ook echt wel meerdere. En soms waren ze een beetje moeilijk uit elkaar te houden met kikkers. Alleen als kikkers in het water zitten, zie je echt zo'n klein kopje boven het water uitkomen. En die slangen hebben echt... Dan gaan ze soms met die kop iets hoger. Boven het water uit en ook hoe ze bewegen. Ze maken natuurlijk echt zo'n kronkelbeweging door het water. Kikkers staan gewoon recht. Dus daar waren ze toch best goed aan te herkennen. Ja, echt hartstikke leuk om die ringslangen even te kunnen filmen. Ik ben vanochtend wel heel erg dom geweest. Ik heb namelijk een korte broek aangetrokken en geen spul tegen mug en zo gebruikt. En dat heb ik wel gemerkt. Ik ben gestoken en geprikt en door brandnetels het razen genomen. Ik denk wel een liter aan bloed verloren. Dus ik, het jeukt overal. Ik ben ook verbrand, wel ingesmeerd. Maar het was een beetje afzien, maar het was het helemaal waard. Dus ik wil niet klagen. Maar voor volgende keer moet ik echt een lange broek aan doen. En echt meer me beter voorbereiden eigenlijk. Maar goed, weet ik dat ook weer. Het was een hete dag. Nu lekker zwemmen. En even bij het water nog even wat vis om het water filmen.
Het is vandaag dag 4 van mijn rondreis door Polen. Ik ga vandaag de eerste locatie verlaten en ik ga door richting Tatra. En dat is het zuiden van Polen met de grens van Slowakije. En daar zitten bergen, daar wil ik graag een kijkje nemen. Ik heb geen zin om heel lang te rijden, dus ik maak een tussenstop in Opolen. En daar heb ik ook een hotelletje geboekt, dus daar ga ik lekker even relaxen, een beetje mijn filmbestanden bekijken en misschien even bestanden verwijderen. Zo, flinke vis. Ik heb gisteren natuurlijk veel moeite gedaan om zwemmende ringslangen te kunnen filmen. Toen kwam ik terug bij de caravan gisteren. En ik wist dat hier in de kikkerpoel ook wel ringslangen zitten. En er zat er inderdaad gewoon eentje hier. En heb ik met de GoPro superleuk kunnen filmen. En ik ben net mijn koffie aan het opdrinken. En er zit er gewoon weer een ringslangetje hier. Heel relaxed voor het water. En die Geert gaat even lekker aan de overkant zitten. En ik zal even laten zien. Dit is dus elke dag mijn uitzicht. En gewoon daar aan de overkant, daar zat net die ringslang. Die zwom gewoon lekker aan de overkant en ging er even lekker in de zon zitten. Heerlijk kunnen filmen, terwijl ik gewoon in mijn lui stoel zit. Rustig een koffie op drinken, af en toe een beetje inzoomen, een beetje filmen. Nou, het is wel heel relaxed om af en toe ook gewoon even op die manier leuke opnames te kunnen maken. Op de film was het misschien niet zo heel goed te zien, maar dit is echt een klein slangetje. En dat komt omdat het een mannetje is. Bij ringslangen zijn de mannetjes altijd een stuk kleiner dan de vrouwtjes. Want de vrouwtjes kunnen wel een meter groot worden. En deze was, nou, ik denk maximaal 40 centimeter. En ook als je hem, als ik hem zag kronkelen door het water, heeft het bijna iets schattigs. Zo'n, ik denk toch een heel stoer dier, wat ook een slang zeker vindt. En dan zo'n heel klein slangetje heeft er toch een beetje iets aandoenlijks of zo. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel een grappig gezicht. Zo. Nou, we hebben een stuk gemountain bike door het bos hier. Met deze temperaturen eigenlijk niet zo verstandig. Ik ben met de man van wie het huisje is in de trein hier eerder geweest. Ik wil hem even van dichterbij laten zien. Ja, zo'n meertje midden in het bos, echt wel heel erg mooi. Mooi helder water en het is heel rustig hier. Kijk eens even, wat een mooi plaatje. Kijk eens, ontzettend veel bosbessen hier. Maar als kind ben ik met mijn ouders vroeger vaak naar Tsjechië geweest. Ook zoveel bosbessen gegeten. En ze zijn ook al lekker rijp. Je kunt ze gewoon eten. Je moet ze eigenlijk altijd eens even wassen voordat je ze opeet. Maar ja, YOLO, deze ga ik lekker opeten. Lekker. Kijk eens even hoeveel. Zo, lekker zeg. De achtergrond. Laat de raaf zich steeds goed horen. Ja, gaaf geluid. Eerder deze week heb ik hier gekanoot. En ik zag dat er best wel wat grotere vissen hier zitten. Maar ook een plek dat er een beetje uitzag alsof het gebruikt werd door bevers om het water in te gaan. Dus daar wil ik eigenlijk een wildcamera plaatsen. Alleen de grond is hier heel modderig. Ja, dat is wat te doen. Kut.
die... Ja, dat is duidelijk een vrouwtje. Een stuk groter. Wauw. Zo'n ringslang was wel echt te veel vet. Verder was dit niet zo'n geslaagde onderneming. Het is ontzettend blubberig. Ik zak echt meestal met laarzen aan. Nou, tot aan mijn knieën in de bodem. Dat is gewoon niet te doen. Er zit heel veel vis en insecten en fantastisch. Maar het is heel moeilijk om erbij te komen. Hey, dat is leuk. Ik kom weer terug. Zit er een heel klein hagedisje op mijn tas. Kijk, ik hoop je hem kunnen zien. Kijk. Wat een kleintje, wat leuk. Schitterend. Nou, hier is de grond gelukkig hard genoeg om te lopen. Lekker echo. Ik ga hier gewoon even lekker een poosje stilstaan. Ik zag mooi in de schaduw. Ik zag al volop visjes voorbij komen. Misschien nog een paar waterjuffers of zo. Ik zie er al een mooi eentje zitten. Ja, dit is wel lekker. Geen wildkamer kunnen plaatsen, maar toch even heerlijk de beker in geweest. Echt een leuke opname gemaakt van vissen onder water met mooi helder water erbij en mooi zonlicht. Dus toch nog wel geslaagd. Ja, heerlijk hoor. Even in die hitte hier het water in en een beetje pielen met die GoPro. En die vissen zijn vaak ook best wel nieuwsgierig. Die komen toch vaak wel, als je niet veel beweegt, redelijk in de buurt. Dus ja, dat is stop. Nou, ik ga weer terug en me klaarmaken om verder te gaan voor de reis naar Polen. Ik hou van de natuur en van de insecten, maar ze moeten me niet prikken. Weg! Weg! Nou, ik sta even in de file, dus ik heb even tijd om mijn GoPro veilig aan te zetten. Ik ben onderweg naar Polen. Ik heb de vorige locatie in West-Polen verlaten. En nu naar Polen. En dat is eigenlijk een beetje een tussenstop tussen West-Polen en het zuiden van Polen. Daar heb je een gebied dat heet de Tatra. En daar heb je bergen en dat lijkt me heel, heel gaaf om te zien. Maar vannacht overnacht ik dus even lekker in op Polen. De reis gaat prima. Het zijn prima snelwegen. Dus ik kon aardig doorrijden. Dus ja, schiet lekker op. Zo, dag 5. Ik heb overnacht in Polen. Was zelfs wel oké. Omgeving daar was niet zo heel bijzonder. Heel veel graanvelden, af en toe een beetje bos. Nu dus onderweg naar Tatra. Ik ben erg benieuwd. Erg benieuwd hoe de bergen daar eruit zien. Ik wil er 1 nachtje blijven, als het goed bevalt. Misschien wel 2 nachten. Nou, ik sta nu even in de file. Maar ja, hoort erbij. Even een kwartiertje in de file. Ik heb geen haast, dus is geen probleem. Nou, nog 1,5 uur rijden en dan ben ik er.
Het was erg druk op de weg, wat meer file en ook een paar tolwegen, dus dat kost allemaal wat meer tijd. Maar nou, nog anderhalf uur. Wat wel leuk is om te zien, is dat het landschap echt aan het veranderen is nu. Toen ik vanochtend vertrok, was het over echt behoorlijk plat, veel graanvelden. En nu veel meer bos, maar ook veel meer hoogteverschil. Veel heuvelachtiger, meer stijgen en dalen. En in het verte ook al de bergen gezien, dus ik ben heel benieuwd. Nou, ik ben er bijna. Het is een vermoeiende rit, maar waar ik wel erg blij van word, is het uitzicht. Want dit zijn toch best wel serieuze bergen die ik daar zie. Kijk eens even. Zo schitterend. En ik zie ook wat grijze wolken. Dus misschien komt nog een lekker regenbuitje. Waar ik op dit moment echt geen nee tegen zou zeggen. Het zijn hele hete dagen geweest. Oh, het regent. Heerlijk. Lekker grote druppels. Oh.